Deze zevende kennisclip gaat over publicaties in handen krijgen. We gaan in op hoe je artikelen uit de AHK-bibliotheek downloadt. En de bibliothecarissen geven tips en tricks over hoe je aan deze artikelen kan komen als ze niet vanuit de AHK downloadbaar zijn. Als je een publicatie gevonden hebt waar je graag toegang toe wil, zijn er een aantal manieren waarop je het ook kan vinden, kan downloaden. De eerste manier, het makkelijkste, is als het een publicatie is waar we als AHK toegang tot hebben. Dan staat er namelijk gewoon onder de beschrijving in de catalogus een grote gele knop met naar fulltext of naar pdf. En dan word je gelijk in één keer doorgestuurd naar de download van het artikel. Het EDS zoals wij dat hebben is zo ingericht dat alleen de fulltext artikelen die dus fulltext gedownload mogen worden, dat die die knop hebben. Dus dan kun je ervan uitgaan als fulltext staat, dat je de complete tekst van dat artikel krijgt. Mocht het nou niet lukken om vanuit huis een artikel te downloaden in de AHK-catalogus, zou ik aanraden om het, als je de volgende keer op de academie bent, nog eens een keer te proberen. Want als je met het AHK-netwerk verbonden bent, heb je meer rechten, meer toegang tot downloads dan wanneer je vanuit huis ingelogd bent. Helaas hebben we niet tot alles toegang op de AHK. Andere manieren kunnen zijn om te zoeken in open access databanken. Een overzichtje daarvan kun je ook vinden in MyAHK. Je kunt te raden gaan bij de universiteitsbibliotheek. Dan moet je dan even langs gaan. Daar hebben ze computers waar veel meer abonnementen op zitten. Dus waardoor je veel meer materiaal kan vinden en direct kan downloaden ook. Als je naar de universiteitsbibliotheek gaat om artikelen te zoeken en te downloaden, neem dan ook een USB-stick mee, want je kan vanuit die computers niet bij je mail. Een laatste optie kan nog zijn om te proberen de auteurs zelf te benaderen. Dan moet je ze eventjes goed zoeken. Ze hebben vaak een pagina op websites als ResearchGate of academia.edu, waar ze, als het kan, hun artikelen publiceren. En als het ook daar niet staat, kun je ze zelfs nog een e-mail sturen. Want ze hebben eigenlijk altijd wel een online pagina van de instelling waar ze werken, waar een e-mailadres bij staat. En sommigen zijn dan best bereid om je te helpen om iets te vinden. We staan ook open voor suggesties als ze passen binnen de bibliotheek. De collectie is natuurlijk alleen maar bedoeld ter ondersteuning van het onderwijs aan de studenten. Dus het gaat niet om de collectie op zichzelf. Dus als ik denk dat het daar binnen past, ja, een student vraagt erom, dus kom je er al heel gauw bij van ja, dat is blijkbaar nodig. En dan denk ik, nou, dankjewel voor de tip, ik ga het bestellen. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Ja.